Welkom dat je weer kijkt naar Samen Zaaien. Deze week gaan we echt starten met zaaien. Vorige week heb ik met name toelichting gegeven op de voorbereiding. Zorg dat je alle spullen in huis hebt en dat je je tuinplan klaar hebt. Maar deze week gaan we echt aan de slag. Deze week ga ik starten met het zaaien van tweejarigen. De soorten die ik graag in mijn tuin wil hebben dit jaar. Je kan ook beginnen met het zaaien van vaste planten. Maar januari, het is nog maar januari, dus het is nog vroeg in het seizoen. Dus ben nog een beetje rustig met zaaien. Ga niet volledig los meteen, want de dagen zijn gewoon nog wel kort. Maar als je een plek hebt met voldoende daglicht, dus dat is echt wel een voorwaarde, dan kan je nu rustig aan beginnen met zaaien. En ik zal eerst even uitleggen waarom ik ga beginnen met de tweejarige en de vaste planten. Eerst even wat meer over tweejarigen. Tweejarigen, er zijn verschillende tweejarigen die prachtig zijn voor in de pluktuin, die ontzettend mooie bloemen geven. Maar tweejarigen hebben eigenlijk echt een koude periode nodig, dus de winter. In principe zou je dus een tweejarige al in de herfst kunnen zaaien, kunnen voorzaaien of soms buiten rechtstreeks in je tuin. En dan gaat de tweejarige in het voorjaar of in de zomer bloeien. Heb je nou niet in het najaar gezaaid, zoals ik zaai weinig in het najaar voor, dan kan je een tweejarige ook in de winter voorzaaien. Want het gaat erom dat hij die koude periode, die ook nog in de winter is, de plant dus die koude periode meemaakt. En daardoor wordt de plant uiteindelijk echt de prikkel om in bloei te komen in de zomer. Dat is dus waarom ik nu al begin met tweejarigen te zaaien. Maar je had dat dus ook in de herfst kunnen doen. Heb je dat niet gedaan, dan kan je dat dus zonder pardon nu nog doen. Even enkele voorbeelden van tweejarigen die interessant zijn voor je pluktuin. Er zijn er een heleboel. Een bekende is bijvoorbeeld de vingerhoedskruid. Dat is een tweejarige. Maar de vingerhoedskruid die zaai je liever niet nu. Die zaai je wel echt in de zomer of in het najaar. Want als je ze nu zaait, is de kans klein dat ze in bloei komen. Dus die zaai ik ook nu niet. Wat ik wel ga zaaien zijn de wilde peen en de Rubikia hirta. Beide bloemen prachtig voor in je pluktuin. Kan je eindeloos van plukken. Maar de kaardebol bijvoorbeeld is ook een hele mooie plant. Die zou je ook nu kunnen zaaien. Ik laat de kaardebol zichzelf uitzaaien in de tuin. Als je hem eenmaal hebt, dan doet hij dat ook heel makkelijk. Die hoef je eigenlijk niet ervoor te zaaien dus. Maar heb je hem voor het eerst, dan zou je ervoor kunnen kiezen om deze nu te gaan zaaien. Maar ik begin dus met deze twee. Het kan soms een beetje verwarrend zijn dat de Rebecca en de wilde peen kunnen zich allebei gedragen als eenjarige. Maar dat zijn ze eigenlijk niet. Het zijn eigenlijk tweejarigen. Dus ze hebben dus ook allebei kou nodig om uiteindelijk tot bloei te komen. Maar het is zo dat ze beide ook in hetzelfde seizoen kunnen gaan bloeien als dat je ze zaait. Maar dan zaaien ze dus wel met voorkeur vroeg in het seizoen. Zoals bijvoorbeeld januari, februari, maart uiterlijk. Bij de wilde peen gaat dat nog makkelijker. Bij Rebecca's hoor ik vaak van mensen dat ze verbaasd over zijn dat ze pas zo laat gaan bloeien. Of dat je ook maar weinig bloemen hebt. Maar dat komt dus doordat je ze dan heel laat gezaaid hebt. Wil je vroeger bloemen, dus in juli al, eind juli, zaai ze dan vroeg in het seizoen. Nu, januari, februari. Het is ook een hele langzame groeien, dus het heeft ook gewoon langer de tijd nodig. En het zijn daarmee ook beide soorten die je dus in het najaar kan zaaien als je dat wilt. Maar dus ook vroeg in het seizoen. Dus beide geen probleem. Vaste planten zou je ook nu mee kunnen beginnen. En waarom zou je daarmee beginnen? Veel vaste planten groeien ook heel erg langzaam. Dus ik kies er ook heel bewust voor om het enige wat ik nu zaai zijn de soorten die lang nodig hebben om zich te ontwikkelen. Leuke soortjes voor in de pluktuin wat vaste planten zijn bijvoorbeeld de blaassilene. Die hebben wij dit jaar ook in ons zadenassortiment. Super schattig bloemetje. Zou je nu kunnen zaaien. Maar een andere geweldige plant is venkel. Tevens een waardplant voor de koninginnenpage. Wij hebben dit jaar een heleboel rupsen op de venkel zitten. Alleen daarom al vind ik het eigenlijk een must voor in je pluktuin. Maar die zou je dus ook nu kunnen gaan zaaien. Nog even aanvullend. Die ga ik niet zaaien nu, want die heb ik allebei al in de tuin. Maar die zou je dus wel nu kunnen nemen. Ik ga eerst de zaaitray vullen met zaaigrond. Ik gooi altijd mijn zaaigrond gewoon in een grote bak. Werkt makkelijk. Kan ik het er zo inschuiven. Vorige keer al vertelde, zorg dat je goede zaaigrond hebt. Bezuinig daar niet op. Je hoeft de zaaigrond niet aan te drukken. Je kan even zo het bakje laten vallen. Dan gaat de lucht eruit.
En dan zorg je even er mooi voor dat alle vakjes goed zijn afgevuld. Zoals je ziet strijk ik er gewoon overheen met mijn platte hand. Maar druk ik het verder niet aan. De wilde been. De wilde been is een lichtkiemer. Net zoals de Rebecca Hertha. Dat betekent dus dat je de zaadjes per stuk op elke cel eentje lang kan laten vallen. En dat je ze verder niet hoeft af te dekken. Gewoon in elke cel probeer ik er eentje te doen. Soms vallen er bijvoorbeeld twee. Dan kan je later uitdunnen, dat is geen probleem. En het enige wat je dan doet is even met je vinger zo ietsjes aandrukken dat het zaadje goed in contact is met de zaaigrond. Nou, alle zaden zitten erin. Dan heb ik een bak. Hier doe ik een dun laagje water in, ongeveer een centimeter. Daar kan de zaaitray met de zaadjes in. Dan zul je zien dat de komende uren het water langzaamaan op wordt gezogen van onderaf in de zaaitray. Heel belangrijk. Ik adviseer altijd water van onderaf te geven en niet eroverheen. Of je moet een klein sproeiertje gebruiken, dat kan wel. Maar met een gieter, als je dat doet, dan wordt de grond eigenlijk snel compact. Slaat een beetje dicht, kan ook te nat worden. Dus ik adviseer altijd om het van onderaf te doen. Plantenlabel erbij. Ik heb dan nog een kap die erop zit. En dan gaat hij nu in eerste instantie bij mij naar binnen, waar het warm is, om te kiemen. En dan zul je zien dat je binnen 1 of 2 weken de eerste kleine zaailingen hebt. De wilde peen kiemt vrij snel, dat zul je ook merken. De Rebecca Hertha daarentegen kan soms vrij lang duren voordat die kiemt. Het verschilt een beetje, maar soms kan het wel 2 tot 3 weken duren en dan komen ze alsnog. Dus maak je geen zorgen als je niet binnen een paar dagen de zaailingen boven ziet komen. Heb dan eventjes geduld. Dat is soms gewoon net wat, komt wat nauwer of die boven komt. Zowel de wilde peen als de Rebecca Hertha zijn lichtkiemers. Dus zorg ervoor dat je die niet te veel toedekt. Want daarmee vertraag je ook dus echt het kiemen. En ook de kans van slagen. Want je zult dan zien dat er heel veel zaden niet opkomen als je ze te diep onder de grond stopt. Dat was het voor deze week. Ik ben er eigenlijk alweer door. Het zaaien van 2-jarigen en de vaste planten. Leuk dat je weer keek. Volgende week ben ik er weer. En dan ga ik jullie meer vertellen over de winterharde 1-jarige. En dan gaan we daar een start mee maken. Tot volgende week. Ik hoop je dan weer te zien. En een fijn weekend.